In het broeierige oerwoud van televisiedrama's waar de spanning te snijden is en het zweet van de voorhoofden parelt, heeft Famke Louise weer eens de schijnwerpers op zich gericht. Ditmaal niet door haar muzikale escapades of haar beruchte optreden bij Inek, waar ze tijdens de coronaperiode de gemoederen verhitte met een statement tegen de maatregelen. Nee, Famke heeft zich op een geheel andere manier laten gelden in het nieuwste seizoen van het programma Echte Meisjes in de Jungle. Het programma ontaarde in een spektakel waarbij bekvechten en fysiek geweld de boventoon voerden. En Famke Louise, ooit bekend geworden door hits als Op Mijn Money en controversiële uitspraken, stond dit keer in het middelpunt van een confrontatie die niemand zag aankomen. De aflevering nam een onverwachte wending toen een discussie tussen de deelnemsters uit de hand liep. Woorden werden wapens en voor we het wisten, transformeerde de jungle van een plek van avontuur in een arena van conflict. Famke, die in het verleden al had laten zien niet bang te zijn om voor haar mening uit te komen, nam de confrontatie wel heel letterlijk. Een mededeelnemster werd het slachtoffer van Famke's onverwachte agressie, waarbij een fysieke confrontatie het gevolg was.